Goedenavond, gemeente. Hier in de kerk en thuis. Gasten in ons midden, jongeren, jongens en meisjes. Allen hartelijk welkom in deze eredienst op de 7e Lijdenszondag. Onze predikant vanavond is dominee Maas. In deze dienst zullen 17 jongeren van de gemeente belijdenis van hun geloof afleggen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten te feliciteren en God zegen te wensen hierachter in de consistorie. Gebedsmoment. Na deze dienst is er een gebedsmoment in de leerkamer. We willen vanavond in het bijzonder bidden voor hen die om het geloof vervolgd, onderdrukt, gediscrimineerd of zelfs gemarteld worden. De collectes. In deze dienst zijn er 3 collectes. De eerste collecte is voor het jeugdwerk. De tweede dienst is voor eredienst en pastoraat. De derde collecte is voor pastorale ondersteuning. De opbrengst van de zendingsbussen gaat naar het GZB-project van de familie Lindhout in Nicaragua. Gemeente, namens de kerkenraad een gezegende dienst gewenst. We zingen nu als voorzang Psalm 116, de versen 1, 10 en 11. Hierna bereiden wij ons in een persoonlijk stilgebed voor op deze dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. En die zijn trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij met u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze belijdenisdienst voort door het zingen van Psalm 84 en daarvan de eerste twee versen.
Gemeente, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en ook in verbondenheid met de Kerk van Christus wereldwijd gaan we het geloof belijden. En wij doen dat met de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 86, vers 6. En in ieder van u die zeggen met mij stil voor zich uit: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voorgaan in gebed. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zie ons hier bijeen in deze schitterende schildkerk, die hier al eeuwen is en waar geslachten geweest zijn en gezeten hebben. Zie ons vanavond hier onder dit dak, met beschermende muren om ons heen en een vloer om op te zitten en op te staan. En wij danken u in het bijzonder op deze dag voor deze prachtige plek, want het zou nog niet zo meevallen om buitendienst te houden in weer en wind. En daarom een reden te meer om uw grote naam te loven en te prijzen, dat we voor de tweede keer op deze dag een bijzondere dienst beleven. Vanmorgen doorreizen heen verschillende doopdiensten, waarin kinderen zijn aangeraakt, ook hier vanmorgen in de Schildkerk. En vanavond weer een bijzondere dienst, waarin 17 jonge mensen straks hun ja-woord zullen geven. En daar danken we u heel hartelijk voor, want dan zien we concreet uw eigen werk. We weten ook dat het heel anders kan lopen en dat het ook wel eens anders loopt en gaat in het leven van ons als mensen. Maar dit geeft u ons, dit gunt u ons. Wat een gulheid bij u vandaan. Wij die leven in het laatst van de dagen. Wij die u horen komen aan de voetstappen. Maar dwars door alles heen gaat u door met uw eigen werk. En daar zijn wij getuigen van als gemeente.
als gasten, familieleden, vrienden en vriendinnen, buren, bekenden, collega's, overal vandaan gekomen om dit uur met ons te beleven. En daarom vragen wij ook voor deze dienst, laat ons nou niet met onszelf alleen. Want als mensen kunnen we best heel wat. We kunnen een eredienst organiseren. We kunnen spelen en zingen en lezen en luisteren. We kunnen straks belijden en een preek houden. Maar het eigenlijke, dat kunnen wij niet. En daarom bidden wij om het licht en de leiding van uw Heilige Geest bij de opening van uw woord, dat uw geest het is die ons bezielt en bezet, dat uw geest het is die de woorden opent en ontsluit, en dat uw dienaar de kracht krijgt om die woorden open te vouwen en uit te leggen, zodat we u zien en uw stem horen en de bedoeling ervan op het spoor komen en voor onszelf de juiste toepassingen maken. Wij bidden in het bijzonder voor de nieuwe lidmaten hiervoor in de kerk. U kent ze allemaal. U kent hun hele levensverhaal. En het is ook weer voor ieder anders dat hij vanavond hier toegekomen is en gebracht is, omdat ieder mens anders is en omdat ieder levensverhaal anders is. Maar wij zien in hen uw werk. Wat een blijdschap, Heere, als het ons kind betreft, ons kleinkind, daar zit hij, voorin in deze kerk, bewust en beslist, wat een dankbaarheid bij grootouders en bij ouders, maar ook daar zit mijn broer, daar zit mijn zus, daar zit een gewaardeerd familielid, daar zit een vriend, die gaat straks getuigen. Wil hen in het bijzonder bezielen en bezetten met uw geest, maak ze het makkelijk. Maak ze het makkelijk en dat ze wat dat betreft ook, ja, met volle teugen mogen genieten van datgene wat u geeft en gunt in hun leven. En dat ze op de grote belijder mogen zien, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wij bidden, Heere, dat er ook van deze dienst zegenende kracht uitgaat. Wij zien dat niet. Wij zien dat niet bij elkaar, maar geef dat er het nodige wordt losgemaakt, ook in het leven van kinderen en jongeren. Dat er nog vele antwoorden mogen komen in positieve zin op uw ja-woord dat u gegeven heeft toen we werden gedoopt. Laat er ook zegen uitgaan van deze dienst. Dat andere jongeren worden aangesproken en aangekeken. Dit wil ik ook. Dat verlang ik ook. Om ervoor uit te komen. Om een keuze te maken. Om u te dienen. En te vrezen. En lief te hebben. En geef, o God, dat onze jonge mensen aan ons als ouderen merken. Het is goed om u te dienen. Het is zegenrijk om u te volgen. Het is een zegen om u te gehoorzamen. Wil zo deze schildkerk vullen met uw geest en genade. En geef een eenheid, want we zijn allemaal verschillend. Geef een eenheid in beleven en in belijden. En in het zingen, in het spelen, in het preken, in het belijden. Hoor zo ons gebed. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift vanavond Markus hoofdstuk 15. Vanaf vers 15 tot en met 29.
stukje uit het Lijdensevangelie. We gaan eigenlijk verder waar we afgelopen zondagavond zijn gebleven met elkaar. Vers 15 en vervolgens, daar klinken de woorden van de barachtige. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus nadat hij hem gegeeseld had over om gekruisigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten, gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem en ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De preek die gaat vooral over vers 21, dat heb ik dik onderstreept. En daar lezen we dan het woord van God. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En naar aanleiding daarvan heb ik als thema boven de preek geschreven als wegen elkaar kruisen. Als wegen elkaar kruisen. Het is met recht en reden een kruistekst. We gaan eerst met elkaar zingen. Dat is gezang 322, daarvan de versen 5 en 6.
Ja, gemeente, je scrolt vast wel eens een keer, denk ik, door je fotogalerij die op je smartphone zit. En dan ben je zo eens foto's aan bekijken. En dan kom je bij die ene foto uit en dan denk je, hé, wie was dat ook alweer? Vanavond in het Lijdensevangelie gemeente komen we ook een foto tegen waar iemand op staat. Marcus heeft maar één foto van hem gemaakt, dus daar zullen we het mee moeten doen. Maar kennelijk moeten we met z'n allen even zien. We weten intussen natuurlijk wie dat is. Het is Simon, geen discipel van Jezus overigens. Ook niet iemand uit zijn netwerk, zal ik maar zeggen. Maar Marcus die zegt, het is een toevallige voorbijganger. Afkomstig uit Cyrene, Libië, Tripoli, die kontrijen, die hoek. En hij woont waarschijnlijk al jaar en dag in Jeruzalem. En als je zijn naam bekijkt, Simon, dan zie je natuurlijk direct dat het een Joodse jongen is. Want dat maakt zijn naam duidelijk. Hij komt, vertelt Marcus, net bij zijn akker vandaan. En wat hij daar precies heeft gedaan, dat vertelt Marcus ook niet. En ik ga er ook niet naar gissen, want dat wordt alleen maar missen. We weten wel, als je natuurlijk vertrouwd bent met het Lijdensevangelie, dat Jeruzalem op dat moment in rep en roer is. Duizenden mensen die zijn op de been. En we weten ook waarom, dat heeft alles te maken met onze Here en Heiland. Die is zojuist veroordeeld tot de kruisdood. En die heeft zeg maar zijn veroordeling al op zak, beter gezegd op zijn schouders. Dat is gemeente het nieuws van de dag. Weet Simon wat er gaande is? Dat lijkt mij wel, toch? Ik bedoel, iedereen die weet toch dat Poetin de verkiezingen heeft gewonnen? Iedereen weet toch dat er een aanslag is geweest in Moskou? Iedereen die wil toch een beetje op de hoogte blijven als je denkt aan politiek Den Haag, of ze nog vorderingen maken om te komen tot een nieuwe regering? Maar boeit Simon dan niet wat er gaande is? Nou, in ieder geval, hij loopt niet met al die mensen mee. Hij is zeg maar met zijn eigen dingen bezig. Met zijn vrijdagdingen, met zijn ommetje, met zijn akker, met zijn, nou ja, geen interesse voor Jezus Christus, waar zoveel over te doen is op dat moment. Ja, je hebt altijd mensen die zich nergens mee bemoeien en die altijd, ja, een beetje voor de eigen leven, hè. Je kent er vast toch wel een paar, ik althans wel. Of bij het zelf. Roept Biden wat? Ach, wat zou dat? Is er iemand een hele tijd al uit de vaart vanwege long covid die zijn werk niet kan doen? Wat vervelend zeg. Ja, er gebeurt zoveel in onze wereld en er komen zoveel beelden en berichten langs. Ze nemen er even kennis van en daarna dan gaan ze weer verder met hun leven. Want ja, je kunt toch ook niet met iedereen begaan zijn. En je kunt ook jezelf ook niet overal druk over maken. En je kunt toch ook niet het leed van de hele wereld op je nek nemen. Ja, dat is inderdaad, je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. Maar er zijn ook wel eens momenten dat je niet verder kunt met je leven. En dat zie je hier heel concreet aan Simon van Cyrene. Die soldaten die houden hun tegen en die dwingen hem, letterlijk staat er dan, dat ze hem pressen om het kruis van Jezus te dragen. En Lucas die vertelt erbij, hij moet het achter Jezus aandragen. Ja, je wilt verder, maar je kunt niet verder. Je wilt nog verschillende dingen doen, maar je hele programma wordt door de war gestuurd. Je moet in één keer een hele andere klus oppakken. Ja, maar dat kunnen ze je toch niet zomaar toe dwingen? Nou, kennelijk wel. Je ziet het toch gebeuren? Kenden dan die Romeinse soldaten Simon? Wel nee, het was voor hen niet meer en niet minder dan een willekeurige voorbijganger.
Maar hij moest komen. Hé, jij daar, komen. Oppakken dat kruis, opschieten een beetje. Dus dat betekent, kruisdragen is kennelijk niet zo gebonden aan een bepaalde leeftijd. Je hoeft niet per se een man of een vrouw te zijn, jong of oud blijkbaar. Je cv wordt niet van tevoren bekeken of je er wel toe in staat bent. Nee, je moet dat kruis oppakken. Dat betekent dus, iedereen die kan zomaar worden stilgezet. Iedereen die kan zomaar van het ene op het andere moment kruisdrager worden. Iedereen die kan zomaar voor de vraag geplaatst worden, als hij dat kruis ziet, maar ik ben toch geen misdadiger? Ik heb toch de dood niet verdiend? Iedereen die kan ineens volgeling worden van Jezus Christus. En iedereen die kan zomaar op Golgotha terechtkomen. Twee zaken, denk ik, die we van huis uit niet verkiezen. Het kruis en die kruisheuvel. Twee dingen waar we ons zeg maar tegen verzetten. Simon ook. En Simon is een Jood. Hij heeft bij wijze van spreken tijdens de catechisatie best wel goed zitten opletten. Want hij heeft gehoord wat er staat in de Tora over iemand die aan een hout hangt. Zo'n mens is vervloekt. Die heeft iets heel ergs gedaan. Die heeft zelfs geen recht meer om te leven. Ja, die moet dood. Zie je gemeente, Jezus Christus met dat kruis op zijn rug, heeft hij? Nou ja, Paulus geeft geluid bij dit beeld. Die schrijft in Galaten 3. Hij, Jezus Christus, heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. Of Simon dat op dat moment beseft heeft, dat staat er niet bij. Maar later is het zeg maar wel doorgedrongen hier in dat hoofd van hem en is het gezakt naar zijn hart. Is het doorgedrongen tot hem wat het betekende en wat er mee werd bedoeld dat Jezus dat kruis heeft gedragen en later zijn eigen zonen, die hebben dat ook mogen verstaan. Dat kruis van Christus is ook voor zijn gezin zeg maar tot eeuwige zegen geworden. Maar gemeente, kijk eens vanavond naar Jezus Christus. Zie eens wat onze zaligmaker draagt. Hij draagt in wezen ons kruis en dat heeft hij tot het zijne gemaakt. En hij draagt niet alleen maar dat stuk hout, maar hij draagt ook iets wat niet zichtbaar is. Dat is de vloek vanwege onze zonden. Je mag ook zeggen, dat is nou Gods nee tegen ons leven zoals dat van huis uit is. En Jezus Christus draagt wat Simon er zeg maar uit laat komen als ze hem tot kruis dragen dwingen. Er was dus pressie voor nodig. En wat komt er dan uit bij Simon? Verzet. En verweer, weg willen lopen, met rust gelaten willen worden, niet met dat kruis en die kruisling te maken willen hebben. Want wat denken ze wel niet van mij? Ben ik dan ook een vervloekte? Ben ik dan ook des doods schuldig? Waarom moet ik dat meedragen? Waarom kunnen ze niet een ander nemen? Laat me toch mijn eigen leven in alle rust vervolgen. Herken je dat? Ja. Maar zo kom ik dus wel in dat lijdensevangelie voor, hè? En zo moet ik kennelijk vanavond toch even naar mezelf kijken. Ik kan mijn verzet bij tijden best heel diep wegstoppen. Maar als ik tegen dat kruis oploop, dan komt eruit wat erin zit en dan kan ik het niet meer verbergen. En dan word ik tegen wil en dank kruisdrager. Herken je het?
Hoe is uw leven ten goede veranderd? Of is je leven nog niet ten goede veranderd? Is het bij jou heel geleidelijk gegaan of ging het bij u heel abrupt? Het hoeft niet per se gegaan te zijn zoals het hier gaat bij Simon van Cyrene. Maar blader eens even in je levensboek. Waar kwam Jezus jou tegen? En waar liep jij hem tegen het lijf? Was dat terwijl je heel druk bezig was met je relatie, of met je gezin, of met je werk, of voor de kerk? Was dat toen er iets gebeurde waar je helemaal niet mee gerekend had? Je werd ineens, en je was nog maar 43, ernstig ziek. Of je raakte in één keer zomaar je baan kwijt. Of je studie die stokte, dat je dacht, hé. Of je vriendin die maakte het uit. Of je woonde, daar kan natuurlijk ook met frisse tegenzin een catechisatieles bij. Maar die ene les die zette jou aan het denken op zo'n manier dat je je leven niet meer kon voortzetten zoals je altijd deed. Je kon zeg maar net als Simon de straat niet meer oversteken. Je kon geen kant meer op. Keek de Heere jou toen aan via die situatie die jij toen meemaakte? Had hij daar de hand in? Ik kan dat voor u niet zeggen. Dat moet je zelf zeggen. Maar hopelijk heb je dat intussen ontdekt. Maar zeggen dat hij er helemaal nul en niks mee te maken heeft, dat kan ook niet. Ik hoop dat je dat aanvoelt. Het was toch van de hemel minstens een signaal. Waarin doorklonk, pak op mijn kruis en kom met mij mee. Ik ga richting Golgotha en ik ga jou vrijkopen uit de macht van de zonde. Ik ga voor jou naar Golgotha om jouw zonde te verzoenen en om jouw schuld te vereffenen. Gebeurde toen niet in je leven wat je nog nooit ervaren hebt? Raakte toen het kruis jou niet tot in het diepst van je ziel? Zag je niet in één keer haarscherp? Je zag Jezus Christus. En je zag in één keer dat hij die weg moest lopen van Gabbata naar Golgotha. En je kwam op Golgotha en jij mocht dat kruis neerleggen. En Jezus moest het oppakken. En daar hing die moederziel alleen tussen hemel en aarde. En hij verzoende je zonde. En je boog je hoofd en je geloofde God. En hij sprak je vrij. Je had zeg maar eerst helemaal niks met Jezus. Je had ook helemaal niks tegen hem, maar er was gewoon niks. Maar dat is allemaal veranderd. En je denkt nog eens terug aan die ene flart uit dat gebed dat Jezus bad, dat hoge priesterlijke gebed. Vader, van degene die u mij gegeven heeft, heb ik niemand verloren laten gaan. Want ja, als die Simon een half uurtje later was gekomen, of een half uurtje eerder was gekomen, dan had hij onze Heere en Heiland nooit ontmoet. Hè? Dan was zeg maar alles bij het oude gebleven. Het moest kennelijk zo gaan. Dat noem je nou, eigentijds gezegd, de regie van de hemel. Dat noem je, anders gezegd, het welbehagen van de waarachtige. En je mag ook zeggen, dat is de goedheid en de genade en de gulheid van God. En dat zeg je nou altijd achteraf, maar dan is vroeg genoeg. Je zegt toch wel eens een keer tegen die of gene: het moest kennelijk in mijn leven zo gaan. Ik stond op punt om met de kerk te breken, maar ik kreeg verkering
En ik ben met mijn liefde getrouwd. En min of meer door haar ben ik bij de Schildkerk gebleven. Of je dacht eens na over belijdeniscategorisatie en je was zo vrijmoedig dat je het deelde met je ouders. En net toevallig in die week liep de jeugdouderling je tegen het lijf. Is ook toevallig. Ik zeg liever, dat is je toegevallen. Dank God. Maar vandaag en vanavond, jongelui, is er geen sprake van dwang, hè? Nee, vandaag niet. Vandaag, dan ga je het geloof belijden. Vandaag, dan zeg je ja tegen God. Vandaag zeg je ja tegen de Heere die al veel eerder ja tegen jou zei. Vandaag beloof je ten overstaan van ons, en God is er ook bij, dat je hem trouw en toegewijd wil dienen. Vandaag zeg je in wezen, wij Heere, wij horen bij elkaar, hè? Vandaag zeg je, het is niet met mij begonnen, maar het is met hem begonnen. En het begon al in de buik van je moeder. En het begon al met de gebeden van je ouders. Het begon bij de doopvont, hier of in een andere kerk, dat de Heere zei, ik ben jouw God, wees jij mijn kind. En later, je werd groter en groter, ben je daar keer op keer op aangesproken. En is het gezegd in de preken, bekeer je tot God en geloof het evangelie? Of op een andere manier, mijn zoon, mijn dochter, geef toch aan mij je hart. En ja, hoe je erop reageerde, dat kan ik voor jou niet zeggen. Dat moet je zelf zeggen. Maar ik weet zeker dat er ook velen zijn in deze Schildkerk of die thuis meedoen, die onweerstaanbaar getrokken zijn door de Heere tot de Heere. Je was erbij en hij deed het allemaal. En je zei tegen de Heere, Heere, hoe het verder moet, dat weet ik niet. Ik heb even geen woorden, altijd bij de hand, maar nu even niet. Maar geef mij dan wat mij ontbreekt. Geef mij geloof, geef me genade, geef me hoop, geef me hou vast en legt u diep, diep in mijn ziel. Hoe was die eerste ontmoeting eigenlijk? Heeft de Heere je erg moeten aanpakken, net als Paulus? Of ging het zeg maar zoals bij Lydia? Of denk je misschien terug aan die ene preek? Of die ene psalm? Of dat ene lied? Of dat ene gesprek dat heel veel aan je heeft gedaan? Of dat kan natuurlijk ook, heb jij de Heere van jongs af aan lief? En verlang je al zo lang om zijn naam te belijden? En zie je er naar uit om straks bij de Heere aan tafel te schuiven? Hoe dan ook, je bent stilgezet. Je werd zeg maar gestoord in je leven. Je werd zeg maar door de hemel doorgelicht. En je werd zeg maar gelezen, geen ontkomen aan. En je kwam onder dat kruis terecht. En je zei, de Heere heeft mij gezien. En onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft zijn licht ontstoken in mijn nacht. Hij gaf me een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. Met andere woorden, was hij niet en had hij niet, dan waren we hier vanavond niet geweest. Nog één ding, ik wil toch ook nog even categorisatie geven. Jullie waren toch ook altijd een groep die vragen stelde. En deze vraag bijvoorbeeld, die zou een van jullie zomaar naar voren hebben kunnen brengen. Heeft Simon dan ook geholpen om die vloek van onze zonde te dragen? Nee, dat niet.
Maar je ziet hier wel dat een Joodse man betrokken wordt bij zijn Messias. Oh ja. Gods volk wordt hier, zeg maar, aan zijn Messias verbonden. Maar Gods volk wil dat liever niet, want ja, dat betekent allereerst lijden. En wie zit er nou op lijden te wachten? Ooit was er een Jood die heeft gezegd: ik wilde wel dat ik een poosje geen Jood was, want ik moet altijd lijden omwille van de naam van mijn Messias. Gods volk is dus aan zijn Messias verbonden. En wij als christelijke kerk, wij zijn toch bij dat oude volk ingevocht. En we leren toch ook als christelijke gemeente samen met Israël dat de weg van onze Here en Heiland gaat van lijden tot heerlijkheid. En ben je nou door het geloof aan Jezus Christus verbonden, dan ontloop je het lijden niet. Kan op verschillende manieren. Je kunt delen in zijn spot, in zijn smaad, in afwijzing, in onbegrip. Dat maak je vandaag mee. Dat heeft allemaal te maken met onze Heer en Heiland. De een meer, de ander minder, maar je ontloopt het niet. Spot en smaad, omdat je zoveel houdt van de Zoon van God, omdat je zoveel houdt van de Hemelse Vader, dat kan in de gemeente en in je familie wel eens snerende opmerkingen opleveren op zo'n manier dat het je verwondt en dat het pijn geeft. Dat heeft alles te maken, als ze aan jou zien, je diepe liefde voor hem, met hem. Ja, spot en smaad, je zou het liefst willen ontlopen, hè? En je volgt natuurlijk liever iemand die iets voorstelt, want dat is vandaag helemaal in. Het moet wel wat voorstellen. Je moet wel iemand volgen waar je indruk mee kunt maken. Maar wat zeiden de discipelen later? Ze waren verblijd dat ze om Christus wil smaad hadden geleden. Ze hadden geleerd, stukje bij beetje, dat die weg de garantie was dat ze met Christus waren verbonden. En dat is een les die je als volgeling van de Heere Jezus stukje bij beetje moet leren. Je leert niet alles op één dag, dat hoeft ook niet, maar stukje bij beetje ook dat stukje. Kruisdrager. Kruisdrager zijn, levert het ook wat op? Ja. Staat ook in de tekst, hè? Want die Simon, dat is de vader van Alexander en Rufus. En die twee jongens, heb ik begrepen, dat zijn later vooraanstaande broeders geworden in de gemeente van Rome. Dus zij hebben ook, net als hun vader, de Heere Jezus Christus leren kennen. Dan is die Simon na die bewuste dag op een ander spoor verder gegaan en is die zijn gezin voorgegaan in de vreze des Heren. Er zijn vanavond ook heel wat vaders aanwezig, ook heel wat moeders aanwezig, er zijn ook heel wat grootouders aanwezig. Ga je je kinderen en je kleinkinderen daarin voor, dat je een volgeling bent geworden van onze Heere Jezus Christus? Wat geef je ze mee? Wat laat je ze na? Daar zitten ze op te wachten. Niet alleen maar dat ze het fijn vinden dat ze hier zijn. Dat vindt u uiteraard fijn, maar ze zouden van u als ouderen ook graag eens wat willen horen als het gaat over het getuigenis dat er bij God goedheid en genade is. Alsjeblieft, ouderen, richting onze jongeren, doe je mond eens wat vaker open en durf je klein en kwetsbaar op te stellen. Je zult je verbazen dat op die manier de geest de generaties aan elkaar verbindt. Ja, zeg je, dat kruisdragen, dat levert dus ook nog wat op. Ja, Goddank.
Kijk eens even als vader. Kijk eens even als moeder. Wie zit er voorin? Jouw kind, hè? Jouw kind zit voorin. En misschien als je gaat zitten graven in je herinnering dat je dacht, oh God, zal die jongen, dat meisje ooit nog voorin komen te staan om uw naam te belijden. Zie je het? Gods werk? Zie je dat Gods werk doorgaat? Ja, zeg je, maar er is toch ook nog een andere kant. Ik had zo gehoopt dat ook mijn kind. Ja, ik begrijp wat je zeggen wilt. En in dat opzicht dan deel ik ook je pijn. Maar laat deze kruistekst je moed geven. Het kan in één keer in iemands leven veranderen. Dat zie je bij Simon. En je zou het eens moeten vragen, die jonge lui voorin. Allemaal verschillende verhalen. Ze hebben allemaal een punt dat ze zeiden. En toen ging het anders. En toen ging het om. Laat dit gedeelte je moed geven. En denk dan nog eens aan Psalm 68. Hij kan. En hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dat danken wij. Om die ene, die ik groot maak in uw midden, onze Heere en Heiland, die boven is en die binnen is, die de dood heeft overwonnen, die het graf te boven is en die zijn licht vanavond in deze schildkerk op ons leven laat vallen. Om hem te dienen, om hem te volgen, om hem te vertrouwen. Zo vermanen wij elkaar. En vertroosten wij elkaar vanuit de schriften. Amen. Ga nu met elkaar zingen Psalm 56, daarvan het zesde vers. Ga nu met elkaar het formulier lezen voor de bevestiging van nieuwe lidmaten.
Gemeente, verschillende broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk en in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons verklaard en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te wezen. De heilige doop is zijn merk en velteken. In het heilig avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot een waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heere en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. En daarom verzoek ik je, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende vragen. In de eerste plaats belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest. In de tweede plaats aanvaardt u de roeping om als lidmaat van de gemeente, die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. In de derde plaats wilt u in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan ook de protestantse kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Dan mogen jullie weer even plaatsnemen en dan wil ik jou als eerste bij de knielbank uitnodigen. Hermanus Averes, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Ondersteun mij overeenkomstig uw belofte, dan zal ik leven. Laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden. Psalm 119, vers 116. Mag je weer plaatsnemen? Lydia Anja Averes Poortman, wat is erop jouw antwoord? Ja. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Psalm 73, vers 28. Ruben Baan, wat is er op jouw antwoord? Ja.
Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Johannes 15, vers 5. Lotte Boerman, wat is er op jouw antwoord? Ja. De Heere zal zijn werk voor mij voleindigen. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Psalm 138, vers 8. Matthias IJsbrand Zuiderduin, wat is er op jouw antwoord? Ja. Heere, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. Laat uw bepalingen mij helpen. Psalm 119. Vers 174 en 175. Jannie Sanne Dekker, wat is er op jouw antwoord? Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb er u toe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat, wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Johannes 15, vers 16. Klaas Nicolaas de Mots, wat is er op jouw antwoord? Ja. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, vers 20. Frederica Dekkers, wat is er op jouw antwoord? Ja. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Psalm 143, vers 10. Berend Jan Schepping, wat is er op jouw antwoord? Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Psalm 25, vers 4 en 5. Hendrik Hazelhorst, wat is er op jouw antwoord? Ja. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid, want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Jesaja 26, vers 4.
Dirk van Brussel, wat is er op jouw antwoord? Ja. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Romeinen 12, vers 12. Willem Leendert van Brussel, wat is er op jouw antwoord? Ja. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Wees goed voor uw dienaar, dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Psalm 119, 15 tot 17. Jan Gerrit Dienand van Brussel, wat is er op jouw antwoord? Ja. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Spreuken 3, 3 en 4. Rutger Schuitenmaker, wat is er op jouw antwoord? Ja. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8, 31 en 32. Rina Adriana Schuitenmaker Schepping, wat is er op jouw antwoord? Ja. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart een om uw naam te vrezen. Psalm 86, vers 11. Hendrik Stefan Smelt, wat is er op jouw antwoord? Ja. Zie, zo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. Psalm 128, 4 en 5. Rosalie, Annemijn, Smelt, Compagne, wat is er op jouw antwoord? Ja. Ik vertrouw erop dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1, vers 6. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u in de gemeenschap van de Kerk van Christus tot belijdende leden van de Protestantse Kerk van Nederland en nodigen u tot het heilig avondmaal. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Ja, gemeente, dan is het nu de bedoeling dat de nieuwe leden gaan zingen Psalm 17, vers 3. En ze zullen straks hiervoor in de kerk ook plaatsnemen. En als zij hun vers hebben gezongen, dan zingen wij hen staande toe Psalm 17, vers 4. Iets gewijzigd. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil hen uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak hen van omhoog. Bewaar ze als de appel van het oog, wil hen met uw vleugelen dekken. En dan wil ik jullie de gelegenheid geven om hier je plekje in te nemen.
Dan lees ik nog het slot van het formulier en dat gaat als volgt. Dan worden jullie aangesproken, geliefde broeders in de Heere. Nu jullie door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, moet u te allen tijden bedenken dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het heilig avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heer Jezus Christus, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, dat u ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij bent, indien u liefde hebt onder elkaar. Ja, ik heb een beetje zitten aarzelen. Wat zal ik nog gaan zeggen? Een heel verhaal houden? Nou, nee. Ik giet het dit keer in de vorm van een gedicht van mij naar jullie. Het gaat als volgt. Heere God, u hebt mijn ja gehoord. Gehoorzaam wil ik luisteren naar uw woord. Ik heb uw naam beleden deze dag. Verwonderd dat u mij al eerder zag. Jezus Christus stierf op Golgotha. Zo is het mogelijk dat ik hier nu sta. Hij is het van wie ik heil verwacht. U droeg de straf die mij de vrede bracht. Hemelse Vader, ik vraag u het allermeest, leiding en troost van uw Heilige Geest. Ik wil u volgen op mijn levenspad, dat uit zal komen in uw hemelstad. Ik stel voor, gemeente, voordat we onze liefdegaven gaan geven en ook het laatste lied zullen zingen, dat we met elkaar in gebed gaan. Heere onze God, Vader van onze Heere Jezus Christus, u ziet ons hier met z'n allen in deze schitterende schildkerk, deze dienst die we beleefd hebben en die nog bezig is, dat heel wat jonge mensen het ja-woord hebben gegeven. Best wel spannend, maar ook weer intens mooi om te reageren op uw ja-woord en dat ze ook een boodschap hebben meegekregen voor de toekomst. Dat zij elke keer weer mogen zien op u de zaligmaker, die de weg is gegaan naar Golgotha en die heeft goed gemaakt wat wij met z'n allen nooit kunnen goedmaken. Geef, o God, dat nu we hier zijn en thuis meedoen, niet uit het oog zullen verliezen de goedheid en de genade en de gulheid die er bij u is. Dat u houdt van rijk en van royaal. En dat naar uw belofte daar straks in de dag der dagen een menigte zal zijn die niet te tellen is, die u hebben leren kennen, ook vanuit reizen. Ook vanuit de plaatsen waar wij vandaan komen. Heren, wij beseffen als kerk dat er in deze wereld een hoop aan de hand is. We sluiten onze ogen daar niet voor en onze oren evenmin. We staan met beide benen op de grond. Maar vandaag is er wel grond weer onder onze voeten geschoven, waarop we kunnen staan en gaan om niet in de war te raken. Om niet bevreesd te raken, maar op de stem te letten
van de goede herder, de enige die deugt en die door alles heen ook doorgaat in onze gemeente. Geef, o God, dat er ook sprake uitgaat van de diensten van deze dag, als het er nog niet van gekomen is in ons leven, dat het komt tot een keuze, een hartelijke keuze voor u de Heere. Heere, wij bidden dat, zo onze gemeente gebouwd wordt in het allerheiligst geloof, dat we u ook serieus zullen volgen met de schrift in de hand, dat we het nauw nemen waar u het nauw neemt en ruim waar u ruim bent. Zegen alle kerkgenootschappen, groepen en bewegingen die er zijn in Rijssen en in de omgeving. Dat geeft aan de ene kant ook de gebrokenheid aan waar we niet aan wennen, maar geef ook door alles heen dat we elkaar vinden in dat ene evangelie, de waarheid en de vrede van Jezus Christus. We laten ook niet na om u op te dragen, uw volk Israël, in en buiten het land. Dat is vandaag gebeurd in verschillende kerken. Vanavond willen we ze opnieuw onder uw aandacht brengen, op zo'n manier dat u ze blijft dragen en blijft leiden door al het onmogelijke heen, op zo'n manier dat u ook werft onder de vijand die stijf staat van de haat, opdat ze gebracht worden aan uw voeten. We bidden, Heere, ook voor de nieuwe week die is begonnen, als de stille week gaat beginnen, als we meer dan anders stilstaan bij het lijden en sterven van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, op weg ook naar Goede Vrijdag en Pasen. Geef dat we iets kennen van het vertragen en het verstillen, want dat zal onze ziel, onze onsterfelijke ziel, zo goed doen. Zegen wat goed was in deze dienst. Neem het zondige weg en hoor ons alleen in Jezus' naam. Amen. Nu zal er worden gecollecteerd. En als dat gedaan is, dan zingen we tot slot van gezang 440. Daarvan de versen 1, 2 en 3.
Gaat u straks heen in vrede. Heft uw harten naar de Heere om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.